Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur krijgt maar geen grip op ProRail. Uit onthutsende documenten die onze krant als eerste in handen kreeg, blijkt dat het spoorbedrijf zijn financiën alles behalve op orde heeft. Sterker nog, één grote chaos is het. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toestand bij ProRail en in Den Haag is politiek commentator Wouter de Winter. Wouter, goeiedag. Hoe moeilijk gaat Mansveld het krijgen vandaag? Nou, het was een heel erg pittig debat voor de staatssecretaris. Misschien wel het pittigste wat ze tot nu toe in haar politieke carrière heeft meegemaakt. Want veel oppositiepartijen zijn heel erg boos over het feit dat cruciale documenten waaruit de Telegraaf eerder kon publiceren, geweigerd zijn door de staatssecretaris om naar de Kamer te sturen. En wij hebben inderdaad vannacht de stukken online gezet, zodat Kamerleden vandaag hun debat konden voorbereiden met de Telegraaf-site in beeld, in plaats van de informatie die ze van het ministerie hebben gekregen. Nou, dat moet je Kamerleden niet aandoen, die worden daar heel onrustig van. En dus belooft het vandaag een spannende dag te worden voor Mansveld. Ja, dat is natuurlijk een van de dingen wat haar wordt verweten. Is er nog meer wat je op haar konto kunt zetten? Nou ja, je kan zeggen als je die stukken allemaal leest dat er ontzettend veel dingen mis zijn gegaan de afgelopen jaren bij ProRail. Dat het echt een chaos is, dat mensen onvoldoende gekwalificeerd zijn om de financiële huishouding bij te houden bijvoorbeeld. Dat daar weinig op geanticipeerd wordt, dat er weinig consequenties aan verbonden zijn. Dat het soms zelfs onduidelijk is of geld dat is vrijgemaakt voor een bepaalde post wel inderdaad daaraan besteed is. Of er dan niet mogelijk sprake is van fraude. Al dat soort dingen zijn dus al jaren gaande bij ProRail. Er wordt gezegd er zijn nu verbeteringen aangebracht. Maar de Kamer is eigenlijk voor het eerst zo nadrukkelijk op de hoogte gesteld van de misstanden. En daar is de Kamer ook erg verontrust over. Dus dat zal de staatssecretaris uit moeten leggen vandaag. Ja, natuurlijk. Je zei het net al, de Telegraaf heeft natuurlijk dat onderzoeksrapport naar buiten gebracht. Gisteravond laat, al die misstanden op onze site. Hoe is daar verder vandaag op gereageerd? Nou ja, toch wel heel erg spottend, omdat de Kamer het idee krijgt dat de staatssecretaris doelbewust dingen onder de pet houdt. Dat ze ook niet in control is van haar ministerie en ook niet van de aan haar ministerie gelieerde organisaties, bijvoorbeeld ProRail. De staat is de enige aandeelhouder in ProRail en je zou dus verwachten dat die organisatie heel erg goed weet wanneer en wat ze allemaal moeten overleggen aan de staatssecretaris als het nodig is. Nou, ze zei vorige week al tegen ons dat ze die stukken waar wij uit publiceerde helemaal niet kende. Nou, dat geeft niet inderdaad het beeld van een staatssecretaris die weet wat er allemaal speelt in haar organisatie. En dat is dus ook iets wat vandaag erg onder de aandacht zal worden gebracht. Er is ook nog een minister van Infrastructuur en Verkeer, Melanie Schulz. Welke rol heeft zij in deze kwestie? Dat is nogal onduidelijk. Zij was totdat staatssecretaris Mansveld aantrad eigenlijk de verantwoordelijke voor het spoordossier. Toen het kabinet Rutte 2 aantrad, toen is die verantwoordelijkheid bij Mansveld gelegd. En je ziet nu dus ook gebeuren dat de minister er niet heel erg bij betrokken lijkt. Hoewel ook de misstanden waarover wij hebben geschreven al plaats hadden in de tijd dat zij wel verantwoordelijk was ervoor. We zien de minister vooral veel in het land. Op Twitter is wegen aan het openen, lintjes aan het doorknippen en hekt met bepaalde bordjes aan het onthullen. Maar het lijkt niet dat ze heel erg op dit moment in ieder geval voor de schermen begaan is met datgene wat haar staatssecretaris allemaal treft. Wellicht is dat achter de schermen wel het geval, maar insiders merken er weinig van. Tot slot, Wouter, is Wilma Mansveld na vanavond nog steeds staatssecretaris, denk je? Ik vind het altijd lastig om die voorspelling te doen. Ik denk dat het vooral heel erg afhangt van de manier waarop ze het debat doet. Als ze heel erg nederig is en de Kamer eigenlijk op alle punten gelijk geeft en Kamerleden een goed gevoel geeft over dat zij nog in control is van de ProRail, dan zou ze het kunnen overleven. Maar je hoort al heel veel mensen zeggen dat het eigenlijk nu een kwestie is dat de staatssecretaris zo beschadigd is dat ze toch echt wel van hele goede huizen moet komen vanavond om het politieke lijf te redden. Dus dat wordt echt een hele spannende avond voor Wilma Mansveld. Jij blijft het voor ons volgen. Wouter de Winter vanuit Den Haag, dankjewel.